Toornstra, vrije trap, daar de kopkans. En oh, de redding van Sillissen. Weer Manum. Weer een kopbal. Oh! En Sillissen met een waanzinnige reactie. Met reddingen als deze groeide Jasper Sillissen het afgelopen seizoen uit tot eerste doelman van Ajax en het Nederlands elftal. Met als beloning een contractverlenging tot 2018. Afgelopen jaar is het natuurlijk verschrikkelijk snel gegaan. En ja, op het moment dat ik hier onder de lat mocht komen te staan, heb ik vele mooie dingen mee mogen maken. Een jongen die echt de winnersmentaliteit ten gronde legt, elke wedstrijd weer en ook in de kleedkamer. Laat hij dat zien en laat hij zich gelden. Ik denk dat we dat hard nodig hebben in een selectie die wij hebben, een jonge selectie. Dus wij zijn zeer blij met hem. Redding Sillissen. Sillissen boxt. En een goede redding van Sillissen. Met Sillissen legt Ajax opnieuw een vaste waarde voor langere tijd vast. De club deed het al eerder met onder andere Klaassen en Van Rijn. Je ziet degene die we hebben vastgelegd, hè? Toch een redelijke kern. En daar aangevuld de jonge talenten, zeg maar, straks die uit de A-jeugd komen. Uit de belofte komen zitten er natuurlijk een jongens die het ook heel erg goed doen. Ja, dan mag ik best zeggen dat het voor de komende jaren er goed uitziet. Ajax krijgt nu echt een vaste kern voor de komende jaren. Dat biedt perspectief. Ja, ook dat is een van de redenen waarom ik natuurlijk getekend heb. Omdat ik geloof in het verhaal wat ze mij verteld hebben. Om een vaste groep bij elkaar te houden en zo goed mogelijk te presteren. Op nationaal niveau natuurlijk met de kampioenschappen en Europees. Want goed, we willen doorkomen in de Champions League en zover mogelijk kijken hoe ver we kunnen gaan. De kans voor Lucas Tanjos en de redding van Jasper Sillissen.